Ik weet zeker dat je niet sneller kan liken dan dat ik naar het eilandje tegenover mij spring voor extra geluk. De like challenge begint nu. Het is een onmogelijke like challenge, dus ik ga eventjes winnen. Let's go. Oké, we beginnen met basic, dat is basis. Dan gaan we naar very easy, dat is heel makkelijk. Naar easy, naar makkelijk, naar medium, naar gemiddeld, naar hard, naar moeilijk, naar very hard, naar heel moeilijk, naar challenging, naar intense, naar insane en als laatste nul. Gewoon niemand kan het halen. Ik heb dit denk ik al wel eens een keer eerder gespeeld. Dit is een obby waarbij je dus te maken hebt met elk level wordt een stukje moeilijker iedere keer weer. He, dus nu spelen wij very easy. Nou, ik kan me voorstellen dat mensen dit niet leuk vinden, want dit is al gewoon... Zeg maar mensen die dit spelen, want dit is al gewoon niet easy. Laten we eerlijk zijn, dit zou in sommige obby's al echt gewoon bestempeld worden als heel moeilijk. En hier wordt het dus bestempeld als easy, als makkelijk. Nou, ik ben al afgegaan, zo makkelijk is het dus niet. Of ik ben gewoon noob, dat kan natuurlijk ook. Nee, ik wou springen, maar dat mocht niet. Oké, let's go. Nou, hier kunnen we een klein stukje overslaan. En iedere kleur, dat representeert eigenlijk een ander soort moeilijkheidsgraad. He, dus nu zitten we in, oh my gosh. Nu zitten we in very easy. Wat was het dan net? Oh, net was basic. Dus dit is heel makkelijk. Dat kan niet. Ik weiger te geloven dat iemand dit hier als heel makkelijk ziet. Dit is niet heel makkelijk. Letterlijk, dit is al gewoon voor veel mensen te moeilijk. Like, no joke. Ik kan me best voorstellen dat mensen hier gewoon vast zouden kunnen komen te zitten. En dit wordt gewoon bestempeld als heel erg makkelijk. Dat is niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. Of ja, eerlijk is wat anders, maar meer van... Kijk, weet je wat het is? Makkelijk en moeilijk is voor mensen natuurlijk ook subjectief. Hè? Wat jij makkelijk vindt, vind ik misschien moeilijk. En wat ik moeilijk vind, vind jij misschien makkelijk. Dus dat is een beetje... Dat is een beetje dat hele ding, dat je kunt er niet echt iets op aan, zeg maar. Het kan staan heel makkelijk. Natuurlijk, hè, voor de meeste mensen zou dit misschien heel moeilijk kunnen zijn. Voor mij in ieder geval wel. En zo heb je bijvoorbeeld... Oké, we zijn nu bij easy. Oké, wacht. Nu word ik wel soort van geïnteresseerd. Want als dit nu makkelijk is, terwijl wat we net speelden dus heel makkelijk was, dan ben ik echt oprecht benieuwd wat er allemaal nog zit aan te komen. Er is al iemand bij level... Kan ik dat checken? Ja, er is al iemand bij level 125. Oké, die persoon is sowieso super Saiyan Pro. Kan niet anders dat die persoon Super Saiyan Pro is. Oké, rustig en kaching, let's go. Hier naar beneden. Het kan echt zijn dat ik deze al een keer eerder heb gespeeld. Maar weet je wat het is met dit soort dingen? Ik vind het gewoon handig om dit zo nu en dan een keer te spelen. Want je traint toch wel een soort van je obby skills, I guess. En het is ook wel leuk, want zo kan ik ook erachter komen of ik er enigszins een soort van beter in ben. Wat? You are kidding me. Oh, hij kan wel. Ja, tuurlijk kan die. Op zich is dat logisch. Er zijn mensen die al veel hoger zijn dan dit. Maar meer van... Oh, dit is naar. En dan wordt het nog wel onder heel makkelijk gezet. Dat vind ik misschien nog wel het meest oneerlijke van allemaal. Ik bedoel, dit is helemaal niet heel makkelijk. Ik kan je vertellen wat heel makkelijk is. Dat zijn obby's waarbij je niet eens hoeft te springen. Obby's waarbij je bij wijze van spreken niet eens kunt afgaan. Maar dit is niet heel makkelijk. Oké, medium. Medium. Dus dit zou... Wauw. Oké, interesting. Dit zou nu al gemiddeld moeten zijn. Nou, als ik dus net heb kunnen checken wat... Oh my gosh. Ah, ik weet het nu weer. Ah, ja, nu herinner ik het me weer, denk ik. Dit was dat super irritante spel waarbij je van die gekke jumps moest maken. Oké, ik weet het weer. Ja, dit was geen leuk spel. Dit was overduidelijk geen leuk spel. Ja, wel leuk, want geen leuk spel. Dat klinkt gelijk alsof ik er ook letterlijk geen zin in heb of zo. Maar het was zo'n spel waarbij je dan van die jumps moet maken waarvan je echt denkt, hoe dan? Hoe ga ik dit moeten doen? Bijvoorbeeld deze hier zo. Dat is toch geen realistische jump, bro? Oké, let's go. We gaan naar boven toe. En dan gaan we naar beneden toe. En dan gaan we hierheen, hierheen, hierheen. Oké, tot nu toe. Ik wil het niet te hard roepen, want meestal gaat het een fout. Maar tot nu toe is het een soort van nog allemaal wel te doen. Woe! Oké, ja, nee. Daar roepte ik het ook wel een beetje op mezelf af. Daar roepte ik het ook wel een beetje... Nou, oké, ja, natuurlijk. Laten we het dan gelijk echt even heel goed lastig maken. Oké, wacht. Ik denk dat deze op zich wel te doen is. Inderdaad, gaan we hier naartoe. En dan moeten we hier heel voorzichtig zijn. Gigantische bal. Oh, oké, dat is een interessante. Dat is een interessante. We zijn bij hard. We zijn bij... Oh! Oké, alright. Things get pretty serious over here. Oké, dus dit is echt moeilijk. Oké, ik vind het fijn dat we het überhaupt tot en met hier hebben gehaald. Dat toont toch wel aan dat we enige soort van levels hebben doorstaan, you know. Ik bedoel, we hebben heel makkelijk doorstaan. Nu zijn we al een stuk verder, dus... Oké, ik vind het best wel eng eigenlijk dat er gewoon iemand bij stage 126 is. Dat zegt best wel wat over die persoon. Die persoon is echt beast dan gewoon. Dat kan toch niet anders? Ik ga daar denk ik niet eens bij in de buurt komen, to be honest. Er gaat zometeen vroeg of laat een level zijn waar ik gewoon lijp kom vast te zitten. En het zou mij op een of andere manier niet zoveel verbazen als dat hier al is. Wacht even hoor. Is het aan deze kant? Wacht, wat? Ah, hold up. Ik snap hem. Oké, het is hier. Ja, ik snap hem. Oké, ik dacht heel even dat je via de zijkant moest. Kijk, daar zijn dit soort obby's ook vaak goed in. Om jou een beetje om de tuin te leiden. En jou een soort van... Ah, nee. Ja, hier heb ik gewoon niet het poppetje voor. Oh, dat klinkt echt als een smoes, hè. Oh, dat kan niet. Ofwel. Wacht.
Oh my gosh. Ik kan hier gewoon letterlijk niet doorheen. Of moet ik zijwaarts of zo? Oh my god. Oké, deze ga ik overslaan. Ik ben echt totaal niet van het overslaan. Maar deze moet ik overslaan. Ik snap hier dus helemaal niks van. Oh my gosh. Wat heb ik hem nou overgeslagen? Ja, ik heb hem overgeslagen. Oké, chill. Wat hebben we hier? Hier hebben we een heel... Oh ja. Oké. Hard is like... Really hard. Hard is like... Oké, wacht. We gaan hem hoe dan ook halen. Dat bedoel ik. Het is alleen, zeg maar... Ze hebben een hele kleine marge voor een foutje maken. Zeg maar, eerst had je nog best wel de ruimte om gewoon even een foutje te maken. Maar die ruimte die wordt steeds kleiner, you know. Dus het wordt steeds een stukje lastiger gemaakt. Logisch natuurlijk, hè. Het is de difficulty charge, hè. Dus het zijn, zeg maar, de moeilijkheidsgraden die je in Roblox hebt. Zeg maar van super makkelijk naar ongelooflijk lastig. En ik denk dat iedereen die we hier nu eigenlijk al tegenkomen in dit gedeelte van de obby, die zijn al op zich al best wel een soort van redelijk in Roblox spelen. I guess, wat meer van... Ik kan me niet voorstellen dat je hier terechtkomt als je echt, zeg maar, slecht bent in Roblox. Tenminste, dat kan ik me bijna niet voorstellen. Very hard. Oké, dat is een soort van wel waarop ik aan het wachten was. Oké. Definitely. Ja, alright. Oké, voorzichtig. En let's go. En dan nu hier langs. Oké, we made it. Nou, dit zijn gewoon die... Gewoon die side jumps, wou ik zeggen. Gewoon eventjes die side jumps. Zo wou ik het verwoorden. Gewoon alsof het even niet zo moeilijk was. Nou, ik kan je dit vertellen. Dit is hartstikke moeilijk. Oh my gosh. You are kidding me. Dat is het kleinste blokje ever. Dat is definitely het kleinste blokje ever. Dat is definitely het kleinste blokje ever. Oké, let's go. Alright, let's... Oh. Ik weet het niet. Ik weet niet in hoeverre dit überhaupt menselijk is. Dit soort obby's zijn voor... Ik weet het niet. Misschien voor makers van Roblox of zo. Misschien letterlijk voor de makers van Roblox. Maar ik wil niet per se zeggen dat die allemaal fantastisch zijn in hun eigen spel. Ik denk het wel eigenlijk, to be honest. Maar meer van... Dit is echt... Oh, dit is tough. Dit is pittig. Dit is zeg maar spicy nachos. En dan nog eens chili dipping sauce. Pittig. Zeg maar, dat is gewoon overbodig pittig, is what I call it. Wat is hier de bedoeling van? Wacht, wat? Hè? Wow, hold up. Wat is hier... Wacht, waar kom ik überhaupt vandaan? Ik moet naar voren. Hold up. Hè? Huh? Oh my gosh, oké, dit wordt er wel even eentje die we helaas moeten gaan overslaan. Want ik heb gewoon geen idee hoe je die moet doen. Oké, waar zijn we nu? Zijn we nu hier? Ja, we zijn nu hier. Oh my gosh. Oh my gosh. Oké, so far, so... Of gaan we nu verkeerd? We gaan verkeerd, hè? We gaan letterlijk de verkeerde kant op. Oh, wat suf. Of niet? Ik snap het niet meer. Nee, hier komt... Nee, dit was... Ja, hè? Welke kant moet ik nou op? Welke... Oh nee, ik moet deze kant op. Indeed. Oké. Oh, wat? Oké, dus wacht. Maar dan is mijn level zojuist. Ah, jawel. Nu is het gesaved. Nu is het definitely gesaved. Oké, wacht. Oké. Ah! Terrible, dames en heren. Echt waar. Terrible. Terrible. Als je denkt van, ik heb ooit het ergste spel in Roblox gespeeld. Nee hoor, echt niet. Dit is het. Dit is het for sure. Dit is het most likely. Ik vraag me echt af of er iemand is die in staat is om dit te halen. Gewoon echt iemand die gewoon niet per se pro is in Roblox, maar gewoon een normale Roblox speler. Zouden er spelers zijn die dit gewoon spelen en die het voor elkaar krijgen om het te halen? Ik kan het me namelijk bijna niet voorstellen. Ik raak ook een soort van geïrriteerd. Kijk, dat is de valkuil. Laat me je dit alvast vertellen. Als je een spel speelt en je hebt het er moeilijk in, ga niet geïrriteerd raken. En ga ook niet te snel willen, zoals ik nu doe. Je merkt het, hè? Ik ben gelijk een stuk minder goed. Oeh, so clean. Oké, that's pretty nice. Ja. Oké. Oeh, tough. Maar not tough enough, bro. Not tough enough, bro. Oh my gosh, dit is zo lastig. Oh, cheats. Zag ik hem nou daar even gekke move gooien gewoon? Ja, hè? Hij pakte deze, hè? Oh my gosh, dat is best wel nice. Dat is een soort van vals spelen, maar ik kan het hebben, want deze obby is een en al vals spelen. Gewoon hoe deze obby met mensen omgaat is gewoon al vals. Let's go. Oké, de allerlaatste. Ah! Yeah, alright. I feel this one. This one is killing me right now. Dit zijn zeg maar van die obby's. Je weet wel, als je je teen stoot, dat. Maar dan gewoon, dat voel je dan gewoon
overal in je lichaam. Gewoon die feeling van, oh my gosh. Dit is niet te doen. Ah, ik... Ah! Oké, laatste keer. Als ik nu afga, dan sluit ik de video af. Like, for real. Als ik nu afga, dames en heren, dan is het finito. Dan is het klaar. Dan is het... Voor meer, doe me een like. Ik vind dat ik het pretty amazing heb gedaan. Ik ben nog lang niet bij het einde van de obby, maar ik vond het een avontuur, oké? Adios.